Telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur heeft gisteren 93 medewerkers gehuldigd en afscheid genomen van 31 medewerkers die met pensioen gaan. Deze medewerkers zijn daarom door het bedrijf in de bloemetjes gezet. Twee van de medewerkers die met pensioen gaan zijn onze eigen Carla Boetius en Marciano Salman, die jarenlang hun krachten hebben gegeven aan ATV. Volgens directeur Mike Antonius hebben de medewerkers die nu met pensioen gaan een fase van hun leven, met name heel hard en loyaal werken voor het bedrijf, afgesloten. We sluiten een fase af, een cirkel die sluit, om het in cirkels uit te drukken, en een nieuwe cirkel die open gaat. Dus we gaan een andere fase van hun leven in. En met hun vertrek gaat daarmee ook een deel van opgedane kennis weg, maar het biedt ook de kans voor jongeren om in de tijd waarin we leven van digitalisering, om ook een nieuwe uitdaging aan te gaan. En de jubilarissen, die tweede groep die we vanavond dan ook gedenken, is een groep die, waar we nog dankbaar van hun krachten gebruik maken, waarbij zij nog een wezenlijke bijdrage leveren aan, zeg maar, Telesuur. En waarbij zij ook de aanwas die er komt kunnen begeleiden. Waardoor je nog altijd transfer van kennis hebt. Antonio zegt verder dat wanneer mensen bij 12,5 jaar worden gehuldigd, het op een eeuwigheid leek. Maar zodra je die fase voorbij bent, gaat alles razendsnel. De Telesuur-directeur geeft verder aan dat ieder bedrijf te kampen krijgt met vergrijzing. Zo ook Telesuur. Telesuur is een goede werkgever, al zeg ik het zelf. En mensen blijven vaak werken vanaf hun indienstreding tot aan hun pensionering. Om het zo uit te drukken, we hebben lifers in dienst. Mensen die hun werkbare leven hier blijven. Maar tegelijkertijd heb je dan ook dat met deze verandering, omdat Telesuur is opgericht in 81, in dus de periode vanaf 81, 82, daar heb je een grote groep die met pensioen gaat. En we hebben vanwege de moderne technologie, heb je niet evenveel nieuwe mensen meer nodig. De moderne technologie die biedt mogelijkheden om te automatiseren. Die biedt mogelijkheden om zaken anders aan te pakken. Dus daar maken wij dan ook dankbaar gebruik van als bedrijf. Om daarmee de efficiëntie te verhogen. Telesuur heeft 13 medewerkers gehuldigd die 12,5 dienstjaar hebben. 18 hebben 20 dienstjaren. De groep van medewerkers die 25 dienstjaren heeft, is de kleinste groep en telt 11 personen. Daarna hebben 30 medewerkers 30 dienstjaren achter de rug. 20 medewerkers hebben 35 dienstjaar en 1 medewerker heeft 40 dienstjaar achter de rug.